Cliff. Een heel talloze spreker, hè? Zies. Wat een niveau dat. Voilà. Deze dus zijn ze in die druilerige regen. Deze met de vocht zit hij wel in. Nog acht ronden. Nog acht ronden. En volgende doortocht is er een premie bij volgende doortocht. Dat zijn volgende doortocht. De premie encore 8 tours. Nog acht ronden. Nog acht ronden bij volgende doortocht premie. Ja. Gaan er niet veel wat rijden, hè? Zeg u? Gaan er niet veel wat rijden, hè? Ja, maar wie zou er wel doen? Ja, dat is... Twee rondes en dan stoppen. Dat is niet te doen. Huppakee, en hier gaat het dan, gestrekte draf. Met aan het commando van wat is Wat is dit? Kom maar dan. Nog 6 ronden. Nog 6 ronden. Nog 6 ronden. Nou, jullie laatste ronde. Dernier tour. Ik heb. Pas op. Kijk, als nu al samen staan erbij. Waarbij de kampioen van België, Lisbeth Stevel. Ja. Is dat nog weg? 30 seconden, waarom 30 seconden? Ik denk dat het is. 4 rondes, hè. Eentje, dat is ook hier wel iets beter proef hier, hè. Moet je katten. Voilà, deze komen dus op 2 ronden van het einde. En de twee die sterk de wedstrijd beheersen. Want kijk eens aan, wat een enorm verschil. Ja, wat doen ze dat? Bijzonder goed, dat enorme strakke tempo en bijzonder goed bezig met z'n tweeën. Wie van de twee gaan wij al hard op? We hebben nog een premie, nog een laatste premie en laatste ronde. Nog een laatste premie en laatste ronde. Elisabeth gaat even recht op te betalen. En Emma Johansen komt nog op de strijd.
Voilà. En iemand die nodig midden op de rijweg moet gaan staan, foei, foei, niet doen. Er zijn wel kleverige dingen bij, hè? En laatste ronde, derde tour, laatste ronde. Laatste ronde, mekaar goed in de gaten houden, dat is duidelijk te zien. Mekaar vrezen natuurlijk, want ja, die zijn... En einde wedstrijd, feindelijk koers, wedstrijd verlaten. Ook mooi gestreden, Annelies Dom. Ook mee de wedstrijd. Die heeft wat voorsprong. Johansson is zo net terug kunnen aansluiten. Ze zijn door met z'n twee. En vanaf dan is het al net alsof ze de spullen niet meer hebben. En dat is dus wel van heel, heel, heel ver. Zoals we zo net nog verteld hebben. Ze zijn nog met z'n tweeën. En daar komen ze. Wat een geweldige strijd. Wat een sensatie. En inderdaad, wie van de tweede plaats? Lisbeth de Vocht of Emma Johansson? Wie gaat het halen? Kijk, Emma nu. Kom maar, fixie. Voilà, en daar zijn ze naast elkaar. Het is Lisbeth de Vocht aan het commando met Johansson aan het achterwiel. En zo komen ze niet in Uitmoestijn. En het gaat niet bezig zijn. Je komt erover, En wat een feestrijd. Het is Johansson die wint voor Lisbeth de Vocht. Wat een enorme strijd hebben ze geleverd. Tot op het pot gegaan. Dat is indrukwekkend in elk geval. Ja, dat zou het juist wel in. We blijven attent, want zo dadelijk de strijd om de verdere ereplaatsen. Vlodo, wat komt hij dan nog doen? En daar is die stuurt ook al ingezet. En dat is ook geweest van ver dat ze vooruit gaan. En nu grijpen naar het brons, naar die bloementuin. Want de derde wordt gevraagd voor de huldiging. En het is inderdaad Jolien Door die hier net een zuchtje sneller is dan een Noordse tabak. En is... ondertussen duidelijk dat Jolien Door...